Er is ook een hele grote tweedeling in Nederland ontstaan. Er is ook een vrij grote groep mensen die nergens last van hebben. En als je een eigen huis hebt wat veel meer waard is geworden, je hebt een goede baan, je hebt de afgelopen jaren altijd meer verdiend dan je hebt uitgegeven, dan denk jij van ja, ik lees de krant wel, maar daar heb ik geen last van. En dat is ook zo. Nou, die inflatie begin je ook wel een beetje te merken. Nou, maar er is ook een hele grote groep mensen, echt een hele grote groep mensen, die gewoon geen eigen huis hebben en die misschien geen hoog inkomen hebben gehad. Die hebben altijd moeten uitgeven wat ze verdienden. Ja, die krijgen het natuurlijk per dag moeilijker. Hè? Want ja, de inkomens stijgen wel. En je ziet nu dat er op een gegeven moment de loonontwikkeling, de uitkeringontwikkeling, dat begint een beetje. Die lopen nog steeds behoorlijk achter bij de inflatie. Dus koopkrachtverlies, daar heeft iedereen last van. Maar als je natuurlijk altijd veel verdient, heb je er veel minder last van. En dat koopkrachtverlies, dat komt erbij dat de dingen die het duurste worden, dat zijn de dingen die je moet kopen.